Ford Mondeo 2005, 130 pk, de Platinum uitvoering met leer, navigatie en alle andere mogelijke opties van Ford. Lichtmetalen velgen, nieuw type 2006, dat is met de flip onderaan de bumpers, voor en achter. De auto heeft 180.000 kilometer gelopen, heeft een nieuwe diesel injectiepomp. Hij heeft een nieuwe multiriem spanrollen en de vier injectoren, wat bijna 1500 euro kost, is bij deze auto ook vernieuwd. Hij heeft een grote onderhoudsbeurt gehad. Hij staat op nieuwe banden. De auto is geheel onbeschadigd. Hij heeft deurgrepen, de deurlijsten in de kleur. Prachtig mooi. Leer op de portieren. En aluminiumlijsten van de Platinum uitvoering. Spiegels die inklappen met één drukje op de knop. En weer uitklappen. Bediening van cruise control op het stuur. Radiobediening. Radio CD. Boordcomputer. Mistlampen. Dashboard. Lichting. Climate control, dus volledig automatische airconditioning, voorruit- en achteruitverwarming, geïntegreerde navigatie Blaupunkt van Ford origineel, 6-versnellingsbak, mooie lederen bekleding, geheel onbeschadigd, in topstaat, 4 elektrische ramen, centraal deurverhendeling met afstandsbediening. Plafond van de auto is keurig netjes. Drie hoofdsteunen achterin. Middenarmsteen. Natuurlijk sluit hij als een kluis. Nieuwe velgen. Totale geen beschadigingen. Mooie heldere achterlichten. Geen trekhaak, dus nooit geen zware dingen hoeven te trekken. Veel beter voor de auto, veel beter voor de motor, voor de koppeling. Mooie ruime kofferbak. Niet gebruikt voor de bouw, zo te zien. Keurig netjes. Gewoon particulier gebruik. Zakelijk. Zelf niet meegefilmd hoor. Alles onbeschadigd, alle deurpanelen. Hele mooie kleur, alleen maar geleverd op deze Platinum uitvoering, Platinum zilver. Hele mooie instaplijsten van Ford. Gewoon een zeer nette auto die gezien mag worden. En die heel zuinig is. We lopen in de praktijk zeker 1 op 17, 1 op 18. Op de snelweg is het verbruik nog wat geringer. Onderhoud is van deze auto's niet duur. En ze zijn erg ruim en betrouwbaar.